Vandaag maak ik een filmpje bij het Concertgebouw voor het KPN Mooiste Contactfonds. Het Mooiste Contactfonds verbindt kwetsbare groepen met de samenleving. En dat doen we al 11 jaar nu. Dus het 11e jaar dat we daarmee actief zijn. Vandaag hebben we gasten uitgenodigd van verschillende verzorgingshuizen. Die komen naar een middagconcert hier in het Concertgebouw. Wij bieden die mensen dan een lunch aan, samen met KPN-vrijwilligers. Bijna een hele dag op kunnen trekken met iemand die belangstelling voor ze heeft. Ja. Oprechte belangstelling voor ze heeft. En met ze praat en ook iets over zichzelf vertelt. Ja, dan is dat een feestje. Hoe vindt u dit evenement, meneer? Heel goed, meneer. Helemaal geweldig. Ja? Niet te geloven dat ons dit overkomt. Oh, ik vind het heerlijk. Fijne middag geweest. Ja? Ja, een hele fijne middag geweest. Het is echt een leuk uitje voor ons die de deur niet zo makkelijk eruit komen. Heel erg goed verzorgd. Ja? Ja, heel tevreden. Helemaal geweldig. Ja? Ja, de mensen die thuis zitten, die komen er weer eens uit. Ze spreken een ander en ze zien wat anders. En het is gewoon een gezellig samen zijn. Ja. En hoe is het om met die KPN'ers die daar zo zitten te praten? Super gezellig. Ja, zijn ze gezellig? Ja, heel gezellig. Dat geldt ook voor de vrijwilliger. Want die heeft het gevoel, ja, ik heb daadwerkelijk iets bijgedragen. Maar ook is er ook een stukje wijzer van geworden. En die collega's vonden het ook echt heel gezellig. Ja, wij hebben recent, vorige week hebben we naar alle collega's een mail uitgestuurd voor onze kerstdiners. Die komen in de maand december. En dan zijn er meerdere honderden KPN-collega's nodig. En die zijn binnen een uur zijn die plekken gevuld. 2000 vrijwilligers per jaar van KPN die zich inzetten. Ja, het is bijna onderdeel van het DNA van KPN geworden. Ik vind het geweldig. Ja? Ik wist dat het contactfonds al een poosje bestaat. Nooit het initiatief genomen, maar nu kwam het vanzelf en ik vind het zeker de moeite waard. Het is niet zo goed wat ik moest verwachten, maar ik had zoiets van, nou ja goed, als hij meegaat, waarom niet, weet je. En dat is, wat ik zeg, heel goed uitgepakt eigenlijk. Het is de eerste keer dat ik het doe en ik vind het ontzettend gezellig. Ik heb wel denk ik getroffen met de twee mensen die naast me. Ja, en, dat denk ik ook wel, ja. Gezellig. We hebben net geluncht en het is gewoon super gezellig. Ja. En wat doe je bij KPN? Ik ben consultant bij KPN. Dat noemen ze slap lullen. Wat zei u? Dat noemen ze slap lullen. Wat zijn zo de activiteiten van het Mooiste Contactfonds? Nou, we zijn natuurlijk 11 jaar geleden begonnen met een aantal projecten, waaronder klascontact. Mm-hmm. Het project waarbij we langdurig ernstig zieke kinderen weer in de klas terugbrengen. Dat loopt nog steeds. Dus dat is een soort van rode draad door de foundation, door het fonds heen. We helpen senioren, maar ook langdurig zieke kinderen. We doen projecten met de Hartstichting. We zijn nu bezig met een groot project voor blinden, hè, zodat die ook YouTube-filmpjes kunnen kijken. Sorry. Een heel mooi project. Het project heet Scribd, audiodescriptie. Dat blinden luisteren naar film en die horen natuurlijk de tekst. Maar op het moment dat er bijvoorbeeld een verplaatsing is of iemand gaat van A naar B, dan komt er een stem die vertelt wat er op dat moment gebeurt. Jack en Fabrizio staan aan de reling op het bovendek en zwaaien naar de menigte op de kade. Langzaam komt het schip in beweging. Onder water beginnen de schroeven te draaien, waardoor het zand op de bodem wordt opgewoeld. Op de kade zwaaien mensen naar de vertrekkende passagiers, die dicht op elkaar gepakt staan op de verschillende verdiepingen van het schip. Afgelopen zondag hebben wij bijvoorbeeld bij een wedstrijd van de Eredivisie, zijn we met kinderen het veld op gegaan, hand in hand met de spelers, maar met ouderen uit de verzorgingshuizen van FC Groningen en vanuit Utrecht. En als je die beelden ziet en de blijheid van die mensen, dan denk je van, nou, dit is toch echt goed wat we doen met dit bedrijf. En dit is gewoon een andere manier van verbinden. Ja, KPN verbinden. Ja, wij zijn letterlijk natuurlijk al meer dan 130 jaar bezig om mensen via ICT en technologie te verbinden. Maar wij vinden het ook heel belangrijk dat de collega's letterlijk mensen met elkaar verbinden. En daarvoor is destijds dat Mooiste Contactfonds opgericht. Met veel succes. We gaan een project doen met de Stichting Lezen en Schrijven. Er zijn bijna 2,5 miljoen mensen in Nederland. Ja. Analfabeet, laaggeletterd. Die zijn ook niet digitaal vaardig. En daarmee kom je echt in een isolement terecht. Dus we gaan een cursus opzetten samen met de Stichting Lezen en Schrijven. Digivaardigheid. Dus dat gaat echt heel snel. Mensen weten inmiddels wat het Mooiste Contactfonds doet binnen KPN. Medewerkers die meewerken aan het KPN Mooiste Contactfonds zijn overwegend trotser op ons bedrijf. Ambassadeurs, ja. Echte ambassadeurs. En de kwetsbare groepen zijn heel erg blij en tevreden. Naast 4G en binnenkort 5G is dit toch wel echt het mooiste product wat KPN levert voor Nederland. Dankjewel.